het is nog steeds een frustratie, maar niet meer zo erg. Je hebt nu zoiets van, ja, het is nu eenmaal zo, dus je moet het gewoon accepteren. En soms, sommige dagen gaat het hartstikke goed, maar ja, er zijn ook nog sommige dagen die wat niet zo hartstikke goed gaat. Vandaag is een goede dag. Vandaag is een goede dag. Ja. Je hebt meer goede dagen dan slechte dagen. Het was echt totaal onverwachts. Het was echt, ja, lijf zit gewoon op kop. Dat is, dat had ik niet verwacht. Je geest met een bepaald beeld geest toe naar het ziekenhuis voor een onderzoek met de gedachtegang van alles is in orde. Dus. Goedemiddag, mevrouw Mente. Komt u maar. Hallo. Hoi. Kom verder. De familie was natuurlijk heel erg geschrokken. Neemt u plaats. Mijn kinderen die vonden het heel erg. Kijken we daar dadelijk eventjes hoe het er verder uitziet. De psychische kant. Mijn man vond het heel erg. En dat is dan moeilijk. En zelf, ja, wie ik het gehoorde van het is behandelbaar, is bij mij een knop omgegangen van daar gaan we voor. En dat heb ik eigenlijk samen met mijn gezin dan zo voltrokken, zeg maar. Dat we zijn er wel sterker uitgekomen dat we bereid zijn om te vechten, zeg maar. Oké. Hun grootste angst is dat ze doodgaan. En de begeleiding is hier heel erg voornaam in. Dan hoef ik eigenlijk in principe nog niet te werken. Omdat het tegenwoordig ook vaker jongere vrouwen zijn. Met kleine kinderen, met een volledige baan, met een partner die ook werkt. En dan is er veel aandacht voor de psychische kant. Heeft u daar ondersteuning bij nodig? Het is niet alleen de borstkanker, maar het is ook de mens achter de patiënt. Ja, ik ben met een chemo begonnen, zeg maar. Dus ja, daar was ik best wel behoord van, natuurlijk. En dus ik ben tijdelijk gestopt dan met werken. Echt, ik voelde me echt gehoord en echt dat ik, ja, dat ze er voor me zien, zeg maar. Dat heb ik wel gemerkt, ja. Dat zo ervaar ik dat, ja, hè. Dat proberen wij natuurlijk ook uit te stralen, hè. Ja. Dat steek ook echt heel erg op die gemak voelt bij ons. Ja, we waren eigenlijk tegelijkertijd waren we zwanger. Onze eerste kind was ook allebei dat we een dochter kregen. Die van haar is dan 2 maanden ouder als die van mij. En op het moment dat ze dan aan mij vertelde dat ze een mammografie had en dat ze een biopt hadden afgenomen, ja, was het voor mij al duidelijk dat bij haar ook borstkanker was geconstateerd. En ja, dat vond ik dan, ja, we hoefden niks te zeggen, we hadden echt goede steun aan elkaar in het hele proces. Met mij gaat het hartstikke goed. Ik ben het traject, ik ben bijna klaar, zeg maar, met het traject. Ja, eigenlijk mijn borstreconstructie die kreeg ik nog. En voor de rest heb ik alleen nog maar medicatie wat ik moet slikken. Maar zo gaat het eigenlijk prima. Praten. Blijven praten. Dat maakt niet zoet met weer, maar ja, natuurlijk met de verpleegkundigen die weten wie het doet, die vuls. En
die zijn nog niet bevoordeeld en die stonden nog een klein beetje vanaf natuurlijk. Die stonden niet zo dicht op zich als familieleden, want die zijn sowieso medelevend en ja, die zeggen alleen maar wat ze wel horen. Vaak wel natuurlijk, dus, maar praten en uiten.